gelezen. Vanuit de Dorpskerk van Woubrugge groet ik u. Mijn naam is Julia van Rijn. Ik ben klassespredikant van de klasses Zuid-Holland-Noord. Hartelijk welkom aan u die op dit moment op uw eigen plek bent aangeschoven bij deze viering. Gemeenteleden uit Woubrugge en Hoogmade. Welkom aan een ieder die op een later moment deze viering zal meemaken. En welkom ook aan u of jou die hier misschien zomaar online binnenkomt. Dat we ons allemaal met elkaar verbonden weten in Jezus Christus die ons geroepen heeft. De bloemen van vandaag, allereerst de bloemen uit de Dorpskerk, gaan met een hartelijke groet en bemoediging naar mevrouw van Egmond Klomp. Zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En de bloemen van de protestantse gemeente Hoogmade Rijp-Wetering gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw Balma. Laten we nu eerst een moment stil worden om ons te keren tot God en tot elkaar. Onze hulp is in de naam van de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade en vrede, liefde en barmhartigheid voor u en voor mij, voor ons allemaal samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We luisteren nu naar het lied Wat hou ik van uw huis? De bewerking van Psalm 84. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw. Trouwe God,
Zie ons aan, waar we ook zijn, wanneer deze viering ook maar tot ons komt. U kent ons, u weet wat ons bezighoudt. Misschien gaat het ons goed, zijn we blij en vrolijk, gezond naar lijf en ziel, in staat voor onszelf en voor anderen te zorgen. En daar willen we u voor danken. Misschien gaat het ons niet zo goed. Zijn we bang, onrustig, verdrietig, bezorgd om onszelf of om wie ons lief zijn, afhankelijk van anderen. Wees ons dan nabij en troost ons met uw tederheid. Laat ons bij u onder de pannen zijn. Vandaag horen we in het evangelie hoe u ons in uw Zoon Jezus Christus tegemoet komt, over hoge golven en door diepe duisternis. Leer ons daarop te vertrouwen voor ons leven van alle dag. Geef ons uw geest, zodat wij rust vinden om te luisteren en moed vinden om te handelen. Amen. Onze lezing vandaag is uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 14, de versen 22 tot en met 32. Meteen daarna gelastte hij, dat is Jezus, de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen, nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: "Een spook!" En ze schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen toe: "Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang." Petrus antwoordde: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: "Heer, red mij." Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: "Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?" Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: "U bent werkelijk Gods Zoon." Tot zover deze lezing van vanmorgen. We luisteren nu naar het lied "Beveel gerust uw wegen".
van Jezus Christus. De 40 dagen tijd en Pasen, paastijd, hemelvaart, Pinksteren en vorige week Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Alle grote feestdagen van de kerk zijn achter de rug. Tot het nieuwe kerkelijk jaar op de zondag van de eerste advent begint, strekt zich een lange groene tijd voor ons uit, zonder kerkelijke feesten. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik vond het moeilijker dan andere jaren om feest te vieren. En niet alleen omdat we al weken als gemeente niet samen kunnen komen op zondagmorgen. Tijdens de feestdagen horen we de boodschap van licht in de duisternis, van leven dat sterker is dan de dood, van de geest van God die troost en bemoedigt. Het vraagt geloof en hoop en uithoudingsvermogen om daaraan vast te houden, terwijl er zoveel om ons heen is dat om kier je eleis roepen vraagt, om Heer ontferm u te roepen. De coronacrisis heeft ons diep geraakt. Zoveel mensen zijn gestorven, zoveel mensen ziek geweest, of nog steeds. Zoveel mensen eenzaam. En ook de economische gevolgen van deze crisis treft mensen in hun werk en in hun toekomst, in hun bestaanszekerheid. En ondertussen draaide de wereld door. Woeden er nog steeds oorlogen. Het blijft spannend tussen Israël en de Palestijnen. Ondertussen zijn nog steeds vluchtelingenkampen overvol. Duurt de klimaatcrisis voort en staan wereldwijd zwarte en witte mensen op om te protesteren tegen het aanhoudend geweld en onrecht dat zwarte mensen wordt aangedaan. Dat wij niet in vertwijfeling verzinken. Zo eindigt een lied van Huub Oosterhuis. En deze verzuchting, of misschien wel dit gebed, is mij uit het hart gegrepen. Over vertwijfeling, maar ook over moed en vertrouwen gaat de lezing van vandaag. Het gedeelte dat aan het verhaal voorafgaat, wat wij vanmorgen gelezen hebben, vertelt van die maaltijd, waarbij 5 broden en 2 vissen genoeg bleek te zijn voor een grote menigte. En je ziet al die mensen voor je, nog prettig natafelend en napratend over de mooie dag die ze beleefd hebben. Maar Jezus maakt er abrupt een einde aan. De mensen zendt hij weg en de discipelen stuurt hij het meer op. Ze willen niet. Ze zien voor de komende nacht de bui al hangen. Zwaar weer opkomst. Maar Jezus dwingt hen om vooruit te gaan. Hij heeft ruimte en eenzaamheid nodig om te bidden. Op het meer worden zijn leerlingen geteisterd door hevige storm. Ze zijn in doodsnood en dreigen om te komen in de golven. Ze zijn vertwijfeld en ze zullen zich wel in de steek gelaten voelen, gedwongen door Jezus zich aan dit noodweer over te geven. De lezing uit het Oude Testament die bij dit evangelie hoort, is het verhaal van Jona. Jona heeft de storm en het ondergaan in de diepte van de zee nog aan zijn eigen ongehoorzaamheid te danken. Jona weet zich door God geroepen om op te staan en naar Nineveh te gaan, om haar aan te klagen vanwege het kwaad dat ten hemel schrijdt, maar hij onttrekt zich aan zijn opdracht. En hij gaat in tegenovergestelde richting. En hij begint af te dalen, steeds dieper en dieper en dieper. En uiteindelijk komt hij terecht in de diepste diepte van de zee. Jona is als een dode, afgescheiden van de levenden en afgescheiden van God. 3 dagen en 3 nachten verblijft Jona
in het ingewand van de vis. En toch is dit verblijf een huis van de levende. Van iemand die zingt en bidt. De verteller neemt je mee naar daar waar jij je als hoorder bevindt. In de tempel, in de synagoge, in de kerk. Het lied van Jona begint met de woorden: toen begon Jona te bidden. Eindelijk doet Jona wat hij moet doen. Bidden, roepen, smeken, schreeuwen vanuit zijn benauwenis. En dat is zijn redding. In de Koran eindigt het verhaal van Jona, Yunus, met de woorden: als Yunus niet had gehoord bij hen die de lofprijzing zingen, had hij tot de jongste dag in de buik van de vis gezeten. Aan lofprijzing zijn de leerlingen nog niet toe. Hoezo, het scheepje onder Jezus' hoede. Maar in de vierde nachtwaken, als de morgen al nadert, komt Jezus naar hen toe. Het vroege morgenuur is in de psalmen de tijd van Gods genade. Zo zegt bijvoorbeeld de dichter van Psalm 5 het: luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God. Tot u richt ik mijn beden. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. Maar de leerlingen herkennen hem niet. Ze zien een spook. Ze zijn over hun toeren en ze schreeuwen het uit als Jezus over het water naar hen toe komt. En ze zien hem op zich afkomen. En wat denken we? Ze zijn in doodsnood. Niet echt een situatie om de majesteit van de Heer helder voor de geest te hebben. We kunnen het dan ook hen niet kwalijk nemen dat ze zo reageren. De situatie is herkenbaar. Het verhaal gaat ook over ons in een tijd zo vol van ten hemel schreiend leed en ons kieren daarover. We zien om ons heen zoveel nood. We maken zelf af en toe verschrikkelijke dingen mee. Zo erg dat het water ons tot de lippen stijgt en we geen uitkomst zien. Misschien voelen we ons net zo in de steek gelaten als de discipelen. De vraag naar het grote waarom ligt op onze lippen. Maar we stellen hem niet, want elk antwoord is te wantrouwen. En toch moet dit de bemoediging van het evangelie zijn, dat Jezus ons tegemoet komt over de stromen van onze angst heen. Jezus spreekt zijn leerlingen aan en geeft geen uitleg. Hij zegt ook niet waarom ze dit moeten meemaken. De vraag naar het waarom wordt niet gesteld en niet beantwoord. Hij zegt: houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Jezus spreekt uit de naam van die God die de aarde opdiepte uit de oervloed, die voor zijn volk een pad door de Rietzee baande, die Jona uit het water opviste. Jezus vertrouwt op de macht van hem die heerst over de doodswateren. Hij bemoedigt zijn leerlingen met zijn aanwezigheid. Ik ben. De woorden die in Exodus voor het eerst klonken als de Godsnaam. Ik ben het. Dat is het bemoedigende refrein van de Bijbel. Het is Petrus die het eerst reageert op Jezus' stem. Natuurlijk, Petrus. Hij zegt: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zegt: kom. En dus gaat hij. Misschien dat er onder u stoere zeilers zijn voor wie de zee of het brazende meer geen geheimen heeft en net als de visser Petrus zo uit de boot zouden stappen. Maar Petrus' stoerheid is niet van lange duur. De vertwijfeling slaat daar midden in de golven opnieuw toe en hij wordt bang en hij dreigt te zinken.
En nu roept Petrus als Jona, als al die anderen voor en na hem die dreigen onder te gaan: Heer, red mij. Het is als een kyrie, deze noodkreet. Ontferm u over mij. Jezus pakt zijn hand en grijpt hem vast. Kleine gelovige, zegt hij, waarom heb je getwijfeld? Ik weet het niet hoor, maar ik heb wel een beetje moeite met Jezus' woorden. We zijn maar gewone stervelingen. En kijk dan eens naar Petrus. Hij stapt overboord, hij stelt zich bloot aan de harde wind die op dat moment nog niet is gaan liggen. Klein gelovig. Ik zou wensen dat er mensen als Petrus waren in Israël en de Palestijnse gebieden en in al die brandhaarden. Mensen die uit de boot stappen en zich wagen op het water. Mensen die hun angst voor elkaar te boven komen en de zee beproeven. Mensen die de waanzin inzien van die spiraal van geweld waarin ze elkaar gijzelen en die willen werken aan vertrouwen, aan vrede, aan toekomst. Maar daar is moed voor nodig. Ik zou willen dat de leiders van de landen van de Europese Unie uit hun boten stapten om samen een oplossing te vinden voor de vele vluchtelingen die vastzitten in kampen zonder enig vooruitzicht, terwijl zij steggelen over procedures en toelatingsbeleid en wie dan en hoeveel en zo. Maar daar is moed voor nodig. Ik zou willen dat bestuurders van grote bedrijven, boeren, politici, u en ik, die blijven autorijden en vliegen, uit onze boten stapten om samen te doen wat nodig is om de aarde nog een beetje bewoonbaar aan de volgende generaties door te geven. En misschien dat deze crisis ons eindelijk een beetje bij zinnen brengt. Maar er is wel moed voor nodig. En ik zou willen dat er in ons land bestuurders en politici waren die hun boten durfden te verlaten zonder angst voor peilingen en kiezersgunst en zouden doen wat goed was en rechtvaardig. Die niet naar de korte baan, maar naar de lange termijn kijken als het gaat om zorg voor ouderen, voor kwetsbare mensen. Als het gaat om het onderwijs, om onze multiculturele samenleving. Maar daar is moed voor nodig. En ik zou willen dat wij uit het schip van de kerk zouden durven stappen. Het dorp in, de zee van mogelijkheden beproeven om buiten onze kerkmuren te doen wat goed is. Hoe we bijvoorbeeld de toeristen die op het water hier recreëren kunnen inspireren om hier op zondag aan te meren. Hoe we de eenzaamheid van onze dorpsgenoten serieus kunnen nemen. Hoe we in onze soms zo verdeelde samenleving ons kunnen inzetten als bruggenbouwers. Op zoveel manieren kunnen we het evangelie van vergeving doorvertellen en de liefde delen van Hem die over het water heen ons tegemoet komt en ons in onze angst nabij is. Maar daar is moed voor nodig. Maar overal in het land proberen kerken oprecht moedig te zijn. Als klassenpredikant kom ik in Zuid-Holland-Noord, in de dorpen en in de steden en ik ben onder de indruk van de toewijding van gemeenteleden en ambtsdragers om te werken aan de opbouw van de kerk. Juist ook in deze tijd zijn er zoveel initiatieven opgebloeid om iets van Gods liefde te laten oplichten, daar op de plek waar mijn kerk is. Een bloemetje langs brengen, een extra telefoontje voor mensen die alleen zijn, boodschappen doen voor elkaar. En in het nieuwe seizoen hoop ik dat ook al die andere mooie activiteiten weer mogelijk worden. Het dorpsleerhuis hier in Wouwbrugge. En in Hoogmade de maandelijkse maaltijden waar veel mensen uit het dorp op afkomen. Beide gemeenten die samen regelmatig een Alpha-cursus aanbieden. Overal, ook hier, verbinden gemeenten zich met het dorp. Door de kerk beschikbaar te stellen als plek van gedenken en vieren, als plaats van muziek en kunst.
Ik vind dat prachtig. Maar als klassenpredikant zie ik ook kerken die het moeilijk hebben. Vergrijzen, krimpen, de inkomsten lopen terug. Er is gebrek aan vrijwilligers. En ik zie het als mijn taak om gemeenten met elkaar te verbinden. Zodat ze elkaar dragen, van elkaar leren, met elkaar groeien in geloof, hoop en liefde. En ik hoop dat gemeenten in elkaars buurt hun sterkte en hun zwakte delen. Leren geven en durven ontvangen. Om zo samen kerk te zijn. Maar daar is moed voor nodig. En waar halen we die moed vandaan? Voor allen die bang zijn om een eerste stap te zetten. Voor allen die bang zijn in de nacht voor de hoge golven die ons in deze tijd overspoelen. Voor allen die uit de boot stappen om het water te beproeven en twijfelen. Voor alle gelovigen en kleine gelovigen klinkt vandaag het evangelie. Ook nu we de tijd van de grote christelijke feesten achter ons laten. Het evangelie klinkt als een doopverhaal. Jona, Petrus, ze zijn uit het water gered en op het droge gezet om hun werk in de wereld op te pakken en voort te zetten. En doopverhalen zijn ook altijd paasverhalen, in welke tijd van het jaar dan ook. Na 3 dagen en 3 nachten ziet Jona het levenslicht weer. Bij Pasen horen onverwachte, onbegrijpelijke verschijningen van de levenden door de nacht over het water. Het vroege morgenuur is de tijd van Gods genade, van opstanding en nieuw leven. De twijfel wijkt en moed en vertrouwen groeien. En de leerlingen zeggen tegen Jezus: U bent werkelijk Gods Zoon. Zijn messiaanse macht toont zich in dat ene zinnetje: De wind ging liggen.
Laten we met elkaar danken en bidden. Goede God, u willen wij danken voor deze dag. Voor dit moment, zomaar een uur uit de tijd aan ons gegeven om ons te bezinnen. Ieder op onze eigen plek en op ons eigen moment, maar verbonden met elkaar in uw naam. Wij willen u danken voor wat ons leven goed maakt en zo eindeloos de moeite waard. We danken u voor liefde en vriendschap, voor humor en gein. We danken u voor de kinderen die ons leven versieren en in wie we iets herkennen van uw aangezicht. We danken u voor de schoonheid van de natuur, voor deze uitbundige lente, voor de zon die ons verwarmt en voor de regen die zo broodnodig is op de dorre aarde. We danken u voor hoopvolle tekenen, voor mensen die wel beter worden, voor troost in groot verdriet. We bidden u voor mensen voor wie het leven een opgave is, voor wie ziek zijn, voor wie rouw dragen, voor hen die bang zijn voor de dood of voor het leven. We bidden u vandaag ook speciaal voor de zieken uit onze gemeente. We zijn blij dat mevrouw van Egmond Klomp weer uit het ziekenhuis is gekomen. En we willen u vragen om verder herstel voor haar, dat het haar goed mag gaan. En we zijn ook dankbaar dat de operatie van Wim Maassen afgelopen woensdag goed is gegaan. En wij bidden u dat hij nu in het ziekenhuis ook verder mag herstellen. Trouwe God, wees zo alle zieken in ons midden en in onze omgeving nabij. Kom hen tegemoet en help ook ons om hen nabij te zijn. Trouwe God, in deze tijd zijn we zo bezig met onszelf en met wat er gaande is in ons leven en in ons land. Met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van ons leven nu. En we danken u dat er weer wat meer ruimte komt. En we vragen u, help ons ook om discipline te bewaren waar dat nodig is. Omwille van onszelf, omwille van andere mensen. En geef dat we in dit alles niet vergeten wat er in de wereld gebeurt. Het geweld, het onrecht, de vele vluchtelingen die geen kant op kunnen. Geef dat wij als gemeente van Jezus Christus onze roeping blijven volgen. Onze stem blijven verheffen tegen alles wat vals en krom is. Geef dat wij ook zelf de moed vinden om uit onze boot te stappen, om te helpen en te helen waar wij kunnen. U hebt ons aan elkaar gegeven. Help ons elkaar te zien. En voor uw kerk bidden wij u, hier in onze dorpen en overal ter wereld, dat ze een baken van geloof, hoop en liefde mag zijn. En in de stilte van dit moment zeggen we tegen u wat er leeft op de bodem van ons hart, of misschien wel op het puntje van onze tong ligt. Al onze gebeden komen samen in de woorden die Jezus ons zelf op de lippen heeft gelegd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dit is normaal het moment voor de collecte. Ik wijs u op de mogelijkheden om ook vanuit uw eigen stoel toch bij te dragen aan de doelen die u in de zondagsbrief vindt.
dan zijn we aan het einde gekomen van deze viering. Fijn dat we op deze bijzondere manier toch met elkaar hebben kunnen zingen en bidden en luisteren naar het woord van God. Een mooie dag wacht, een nieuwe week wacht. Ga die week tegemoet met een moedige houding, want God gaat met ons en wij mogen gaan met zijn zegen als begenadigde mensen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.